Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de verhuisvlog serie. We zijn echt al een heel eind gekomen met het huis. En in oktober is het eigenlijk de maand dat we het soort van af gaan krijgen. Dus er komen weer een hoop vlogs jullie kant op. En vandaag is het dinsdag en op dinsdag stream ik van 5 tot 10 in de avond. Dat betekent dat ik de rest van de dag... Vaak doe ik dan huishouddingetjes, maar vandaag ga ik dus een beetje aan de klus. En er zijn gewoon van die kleine dingetjes die nog gedaan moeten worden. En er is nog een heel groot ding dat gedaan moet worden en dat is de keuken. Maar nu eerst even hier op de slaapkamer iets. Het behang op de slaapkamer zit er best goed tegenaan. Maar je ziet overal de lijntjes. We hebben het heel strak tegen elkaar geplakt. Maar op een of andere manier is het uit elkaar gegaan. En nu wil ik die witte randjes een beetje donker maken met stift. En van dichtbij zie je dat. Maar niet zo goed als het witte. Maar van een afstandje zie je dat niet. En dat vind ik toch wel een stuk mooier dan witte randjes overal. Je ziet net die banen lopen. Dat vind ik zo jammer. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Helaas, dit was geen succes. Ik heb het geprobeerd, maar eigenlijk trek ik alleen maar het behang eraf. En je ziet nog steeds gewoon een randje. Dus dit werkt niet. Ja, ik stoor me hier aan dat je zo het randje ziet. En nou zit het hier los, omdat ik zo hard heb gestift. Kijk, hierboven ging het goed. Ik denk, nou, dat is goed. Alleen, toen werd dit het. Ja, dat is niks. Echt zonde. Niet leuk. Het is vandaag dus 29 september. Dinsdag? Ja. En vandaag konden we de deur om gaan wisselen. Dat moeten we zelf doen. Beetje jammer. Ik vind als we een fout maken dat ze het beste op hadden kunnen halen. Maar goed, mijn vader en ik gaan nu naar de Praxis om de goede deur hopelijk te halen. Maar ik ga het wel even controleren in de winkel. En dat gaan we nu doen. En we hebben nog wat andere klusjes, maar dat laat ik jullie straks wel zien. Want we gaan nu dus naar de Praxis. Praxis. Dat is wel een klein kleedje. 1,60 breed bij 2. We hebben de deur gewisseld. Hopelijk is het een goede nu. Ja, we hebben gecheckt. Het lijkt dat het goed is gegaan nu. Er zitten alleen geen gaatjes voor de grepen in. Maar die kunnen we dan zelf wel maken. En ik heb hier bovenop nog iets liggen. Die, voor de oplettende kijkers van mijn vlog. Die hebben al gezien welke ik een paar weken geleden gezien heb. En hij bleef in mijn gedachten. Dus ik vond dat ik mezelf er nu mee mocht trakteren. Ja... Je kunt wel allemaal alleen maar klusdingen kopen, maar af en toe moet je ook iets moois voor de inrichting kopen. Dus dat heb ik nu gedaan. En dat gaan jullie laten zien in deze vlog. Het moment van de waarheid. Zie je goed? Zit er draadjes in? Mooi, we kunnen hem ophangen. Ja, die gaat... Zet hem even de hoek aan, of niet? Soms zitten we wel eens met wiers in de nek. Hangt die? Hangt die goed? Nee, dan moet ik maar één slag verder doen. We gaan nu een gaatje boren in de deur. Op de juiste breedte. Alleen, de kunst is om niet het glas te raken, maar we hebben geen idee hoe diep het glas in het frame zit. Dus we gaan het nu zien en ik dacht, nou dit vind ik wel leuk om te vloggen, want dat kan wel eens fout gaan. Zeg nog, hoe je meegenomen ook. Goed bezig, Mathie. Hoor je dat? Heb ik op camera staan nu, hè? Tjonge. Het moment van de waarheid.
Als je een puntje ziet, moet je zeggen stop. Ja, ja, ik zag een puntje. Ja. Ja. Hij ging er meteen doorheen. Ja, voor onze portemonnee is het fijn. Voor de vlog was wij een raam raken wel leuk. Kan jij ook een De mannen zijn beneden bezig met de deur. Wat bijna klaar is, moet even een gaatje in de deur gemaakt worden. Weet je wel, zoals hier. Dat je dan de deur dicht kan vallen. En ik kan daar niet bij helpen. Dus ik ga een ander klusje doen. En dat is hier in de logeerkamer. Ik sta hier, ja. Dus nu even heb ik alles van die muur afgehaald. Want ik heb bedacht dat deze hele witte muur niet helemaal wit blijft. Wel een deel. Ik heb hier op 1,15 meter heb ik allemaal streepjes gezet. Ga ik dadelijk even een streep trekken helemaal. En dan daaronder gaan we het behangen. En dan komt daar op die streep een plank. Daar wil ik dan allemaal schilderijtjes op zetten. En dat ben ik een beetje aan het uitstellen de hele tijd. Dus nu is het tijd dat ik het even echt ga doen. Hier ligt trouwens het behang. Ik weet niet of ik die al had laten zien. Beetje fout behangetje, maar dat lijkt me juist wel leuk. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Ik heb alles afgemeten nu. Dus er staat een lijn. Je kunt hem denk ik niet zien, want het is met potlood. Nu heb ik een kwast hier, want zoals ik jullie al eerder heb laten zien in deze vlog is het behang bij de slaapkamer. Daar zie je witte lijntjes tussen de banen. En nu ga ik precies op die lijntjes waar de banen komen, hier alvast donkere verf doen. Zodat je die lijntjes straks, ja dan zijn het donkere lijntjes en dat valt dan een stuk minder op. Dus dat is een klein tipje wat ik heb voor als je gaat behangen en bang bent dat je ook witte lijnen op je muur, ja... tussen het behang krijg. Want we hadden best wel strak behangen, maar toch kwam er kromp het of zo. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar in ieder geval nu ga ik het voorkomen door met donkere muurverf even het randje waar de behangbanen stoppen, daar ga ik even zwart maken. Deze muurverf gebruik ik van het Wijze Nol en dan heb ik deze kleur. Oh, het wordt aangebeld. Van hot naar her. Maar goed, ik kan nu natuurlijk niet behangen, want die verf moet even drogen, anders gaat het natuurlijk helemaal overal zitten. Dus we gaan bij het volgende projectje. Dat is deze kleed. Die ga ik nu hier in de slaapkamer uitrollen, denk ik maar gewoon. En meteen onder het bed. Het zal wel moeten ontluchten of zo. Geen idee. Ik ga hem in ieder geval nu ontrollen hier en onder het bed plaatsen. Even een soort van voorshot, hoe het er nu uitziet. Dat is dit, zo. Ik wil dus vooral dat hij hier een beetje uitsteekt aan de achterkant. Dus dat is voor.
Tada. Hij had wat groter. Weg jij. Jij mag niet op de slaap. Oh mijn god, stoute kat. Hij had wat groter gekund. Dat je iets meer ruimte aan de zijkant had. Maar ja, dat is niet. Ik vond 250 voor een... Dan was hij echt veel groter ook. Maar dat vond ik wel heel duur voor een kleed. Voor gewoon de slaapkamer. Dus we doen het zo. Ook fijn. Ik vind hem heel mooi. Kleurt goed. Oké, op mijn gamekamer heb ik dus Philips Hue lampen. Die heb ik er twee van. Oh, even de muziek uitzetten. En nu kreeg ik een berichtje van iemand dat de Philips Hue lampen in de aanbieding waren bij bol.com. Dus ik kon het niet laten om deze te halen. Dit zijn White Ambience lampen van Philips Hue. En ik heb al zo'n bridge, dus ik kan ze heel makkelijk aansluiten op de bridge. En dan kan je via de app kun je gewoon je lampen regelen. En dat is mega leuk. Ik vind het gewoon een vet leuke gadget. Dat je gewoon alle lampen gewoon vanuit de luie stoel op de bank of zo. Kan je gewoon alles regelen van, oh, het is een beetje donker. Ik zet deze wat harder en deze zet ik op dimmen. En ik vind dimmers heel duur. Ik heb op de slaapkamer bij dimmers. En die zijn zo duur, die spotjes die dan op dimmers zijn. Volgens mij betalen we 80 euro voor zo'n dim dingetje. Terwijl deze lampen zijn natuurlijk ook duur. Maar in verhouding heb ik nu 6 lampenbollen voor 80 euro. Dat was dan de aanbieding. Dus 3 van deze pakketjes was 2 plus 1 gratis. En er zat korting op. Dus ze waren in plaats van 45 euro, 40 euro. Dus ik heb 6 lampen nu, ook voor 80 euro. En dan heb ik mijn hele kamer meteen alles, kan ik dimmen, kan ik fel zetten en licht. Ik wilde eigenlijk dat ik ook rood of paars of blauw of groen kon. Maar ik denk dat dat in een woonkamer toch niet echt gaat gebeuren. En die zijn echt veel duurder, want die lampen zijn 70 euro. Dus dan was ik er niet met 80 euro klaar mee geweest. Maar ik ben wel heel blij ook met deze. En ik dacht, ik ga het even laten zien hoe ik ze... Ja, het is heel makkelijk. Ik verwissel de lampenbollen en dan draai ik er een nieuwe in. Maar dat ga je zien. Drie aangezet. Die ook. Die heb ik ook aangezet, maar die heb ik nou via de app uitgezet. Dus je hebt de lampen dan gewoon altijd aanstaan, alleen je zet ze via de app uit. Dus dat heb ik nu gedaan en nu ga ik ze even zoeken op mijn app. Dat is heel makkelijk. Ik ga het laten zien. Kijk, dit is dan de app waarin ik in de woonkamer, nee, ik heb dus nu moet ik even nieuwe lampen zoeken. Dan doe ik even zoek. Dit is boven, dit is op de gamekamer. Dat zijn andere. Kijk, dat zijn zulke lampen. En nu heb ik zulke lampen. Kijk, hij heeft er 3 gevonden. Nou weet ik niet welke is. Maar dat kun je dan aanpassen hier. Laten we 1. Ja, dat kan je gewoon allemaal checken natuurlijk. Maar laat ik deze allemaal een naam geven. En dan voeg ik ze toe. En dan zal ik zo het menu laten zien. Nou, vervolgens ga je dus daar. Dan ga je naar kamers en zones. Dan ga ik naar mijn woonkamer en dan ga ik deze 3 toevoegen. Zo, nou zitten ze erbij. En, oh, wacht, dan moet ik even weg hier. En dan kan ik ze uitzetten allemaal. Dan gaan ze ook echt uit. En nou zet ik ze op de app aan en dan gaan ze aan. Ik heb ze nu op gedimd bijvoorbeeld. Dan gaan ze zo. En je hebt allemaal scènes, energie. Gratis dag, bla bla bla. Kijk, nu staan ze dus heel fel en nu zet ik ze op dimmen. Ik zal het vanavond even laten zien. Het is iets duidelijker dan overdag, omdat het nu licht is natuurlijk. Maar je kan ze ook per stuk... je kunt de ene die zetten en die zet je op die en die zet je op die en die zet je dan daar. Dan heb je
Daar heb je een beetje oranje lampen en daar een hele witte lamp. Ja, het slaat nergens op, maar het kan allemaal. Ja, 's avonds kun je dit beter zien dan nu natuurlijk. Maar ik ben nu al heel blij. Heb je dit echt nodig in je leven? Waarschijnlijk niet. Word ik er heel gelukkig van? Dat zeker. En ik word er gelukkiger van dan nieuwe kleren kopen. Dus ik koop nu gewoon geen nieuwe kleren. Dan bespaar ik wel 80 euro. En dan heb ik nu een leuke gadget voor de rest van mijn leven. Ik weet niet hoe lang die lampen meegaan, maar ik hoop heel lang. Dus dat is heel leuk. Die heb ik nu geïnstalleerd. Goedemorgen. Het is 30 september. En we gaan door met het klusje waar we gisteren mee bezig zijn begonnen. En dat is deze fantastische muur. Waar tot dat streepje behang gaat komen. En ik ga het lekker niet laten zien. Jullie zien, ja, weet je hoe makkelijk behang is? Het is zo makkelijk. Ik doe zo en dan is het behang erop. Tadaa! Het eindresultaat. Heel leuk. Ik vind het echt heel leuk. Er komt natuurlijk een plank op. Daar hebben we nu een rode streep boven gezet. Die is super recht. Met een smetlijn gemaakt. Waardoor we precies weten waar we dadelijk de plank op moeten zetten. Dus die ga ik nu binnenkort uitzoeken om daar neer te zetten. Maar het behang zit erop. Ik vind het heel leuk. Lekker druk. Ik hou ervan. Oh, wat slecht. Ik ben bezig met iets heel tofs en ik vergeet het gewoon te vloggen. En dit is echt leuk, want dit is een project waar ik al heel lang mee bezig ben. En eindelijk heb ik even alles bij elkaar geraapt om het af te maken. Ik ben bezig met die muur. Daar ga ik deze, die heksenkont die we gemaakt hadden, even tegenaan plakken. En ik heb de eerste rij er al op zitten. En daar komt de tweede rij nu. Maar ja, je ziet het nog niet echt, want het is een beetje zo. Maar dat is dan voor de geluidisolatie een beetje dat het wat warmer hier klinkt. Dus minder echo. En dat Nicky er minder last van heeft als die ligt te slapen in de kamer hiernaast. Dus ik denk dat ik maar eventjes een timelapse ga maken. Zolang ik nog minuten heb op mijn kaart. Dit is het eindresultaat. Ja, ik vind het mooier dan verwacht. Ik vind het er echt heel cool uitzien. En ik ga dit zeker vaak op de foto zetten, want het is wel echt heel cool. Ik zit nog te twijfelen om er iets meer omheen te doen, maar ik heb dus niet meer vilt. Ik heb nog wel meer heksenkonst, dus daar moet ik nog even over nadenken. Ik merk ook dat ik achter mijn computer het heel kaal vind. Dus misschien dat ik daar ook nog iets van geluidsisolatie doe. Maar voor nu, deze wand, heel cool. Yes, I like it. Voordat ik deze vlog afsluit, wil ik eventjes nog laten zien hoe de Philips Hue-lampen in de avond eruit zien in huis. En de deur, dus dat ga ik jullie nu laten zien. McKinney, vind je de deur mooi? Hè? Nee, Nagini vindt hem een beetje eng, de deur. Maar hier is de deur. Ja, hij komt pas helemaal tot z'n recht overdag. Toch wel beter dan in de avond. En als straks de keuken er is. En hier hebben we de lampen. Ja, we hebben nog geen mooie lampen, maar de bollen zitten er wel in. En deze zetten we altijd wat lichter, zoals we hier naar tv aan het kijken zijn of aan het gamen op de PlayStation. Dus deze staat wat lichter dan de andere. En het geeft echt een heel leuk sfeertje in huis. Nu denk je van, ja, wat is dit nou voor sfeer in een bouwval? Maar het is heel leuk. Ik ga nog eventjes op mijn telefoon de lichten besturen. Ja, kijk, ik zit nu op de bank. Hier is de app. Ik heb deze dus lichter staan. Dan ga ik even naar een andere scène. Dan doe ik lekker fel. Geconcentreerd heet dit.
Deze is te fel, hè Nicky? Nee, dit is tropische schemering. En dit is helder. Dit is gedimd. Dat is heel donker. En hier heb ik hem eigenlijk altijd op staan. Alleen zet ik die boven de televisie dan wat lichter. En dit is ontspannen, heet deze. Ik vind de gloed in het huis daardoor heel erg mooi door deze lampen. Dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat je een leuke video vond. Dus geef het natuurlijk een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En volgende week gaan we echt beginnen aan de keuken.